De regering bekijkt mogelijkheden om een elektriciteitsstation op te zetten in het dorp Botopassi, in het bestuursresort boven Suriname in Sipaliwini. Hiervoor heeft minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen afgelopen week een werkbezoek gebracht aan Botopassi en omliggende dorpen. Abiyamofo geeft aan dat er nog steeds stroomarmoede heerst in Suriname. Het ministerie heeft als beleid om alle Surinamers toegang te geven tot 1x24 uur stroom. En in dat kader zijn we hier in het boven Suriname gebied, een van onze elektrificatieprojecten, waarbij we op bepaalde plekken in het binnenland energie, grote energiecentrales willen opzetten, hybride systemen. Dus op basis van zonne-energie met batterijopslag en dan een generator als backup. Ja, dat we die gebieden van 1x24 uur stroom willen voorzien. Het is een cluster. We gaan een aantal dorpen clusteren. En in het concreet geval van station Botopassi zal het gaan om de dorpen die liggen tussen Futunakaba, voor zij die bekend zijn met het boven Suriname gebied, Futunakaba en Tumaipa. Ja, daar één centrale zal die dorpen voorzien van stroom. We hebben ook in het verschiet een ander project met een grote centrale die moet komen op Jumu. En die moet dan de dorpen die liggen tussen Semoisi en Dangogo aan de Pikirio van stroom voorzien, 1x24 uur stroom. Ook zal er een project worden uitgevoerd om de dorpen tussen Ligorio en Stouku in het Saramakaans gebied te voorzien van stroom. Deze projecten zijn deel van het beleid om het gehele binnenland te voorzien van stroom. De regering heeft reeds fase 1 achter de rug, waarbij Guyaba en Pikinslee voorzien zijn van elektriciteit. En we hebben ervoor gekozen om het project te continueren met fase 2. Waarbij al deze dorpen dus nu aan de orde zullen komen. Andere stations, andere centrales in dit project moet ik ook aangeven voor de volledigheid. Betreffen ook een groot station dat moet komen op Puketi in het Tapanahoni gebied. Voor de dorpen die liggen tussen Sangamasusa en Kisai. Voor zij die bekend zijn met het Tapanahoni gebied. En ook Galibi, Christian Kondre en Langaman Kondre. Binnen dit elektrificatieproject worden in totaal 50 dorpen voorzien van 1x24 uur stroom.